Live vanuit een vrij lege en warme lokhal een nieuwe aflevering van de Kennismakerij Revue. Vandaag over een onderwerp waar we in grote getale mee te maken hebben, thuiswerken. In deze zesde aflevering is bij ons te gast Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt van Tilburg University. En Ton neemt ons mee in de versnelde ontwikkeling van het thuiswerken. Na zijn online talk hebben we nog een speciale bijdrage van columniste Aafbrand Korsius met haar 10 tips voor het thuiswerken. We wensen jullie heel veel kijkplezier. Goedenavond. Mijn naam is Ton Wildhagen. Ik ben hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. En ik wil met jullie vanavond praten over de hele bijzondere en snelle ontwikkeling van het thuiswerken. En welkom aan alle kijkers in alle kanalen. Misschien vanuit thuis, waarschijnlijk wel. Sommigen misschien nog aan het werk, die tijdens het thuiswerken kijken naar een college bijna over het thuiswerken. Nou, we gaan eerst even terug naar de geschiedenis voor een goed begrip van het thuiswerken. Want dat thuiswerken, dat was eigenlijk doodnormaal. Mensen die werkten thuis, omdat ze thuis het eten maakten, het eten verbouwden, de kleren maakten die ze zelf nodig hadden. Zo begon thuiswerken. Daarna was thuiswerken nog steeds normaal, omdat mensen thuis werk deden. En dat werk, dat brachten ze dan vervolgens, de producten, naar de opdrachtgever of de fabrikant. Dus ook het thuiswerken was normaal in een tijd dat er nog geen fabrieken waren, maar dat mensen wel producten maakten en die weer leverden. Als we bijvoorbeeld even kijken naar de Tilburgse situatie in 1818. Tilburg was groot in de textielindustrie. Er werkten toen in Tilburg 4580 mensen in de textielindustrie. Maar 89% daarvan was een thuiswerker. Dus de mensen die hadden thuis een weefgetouw, maakten producten en leverden die aan de fabrikant. Dus thuiswerken is eigenlijk de meest normale manier van werken in de geschiedenis. Totdat de industrialisatie opkwam. We kregen machines, mechanisatie en steeds meer werd het grootschalig. Dus die textielindustrie, dat werden grote fabrieken en er werden grote aantallen producten heel efficiënt gemaakt. Ook steeds meer met machines en met een lopende band. En dat betekende eigenlijk dat we vanuit thuis veel minder gingen werken. Bijna niet. En we gingen op een andere locatie werken. En dat waren fabrieken, maar het werden uiteindelijk ook kantoren. Dus dat thuiswerken, wel of niet thuiswerken, heeft alles te maken met techniek, met technologie. En het heeft zeker ook te maken met van wie zijn de productiemiddelen. Heb ik zelf de middelen in huis om te kunnen werken? Zijn ze voor mij, kan ik erover beschikken? Dan kan ik thuiswerken. Heeft de baas de grote machines, dan moet ik naar de fabriek of naar het kantoor. Nou, intussen, dat thuiswerk groeit eigenlijk vanaf 1975 komt het ongeveer op. Dus 1975, 1980 komt namelijk ook steeds meer komen computers op en internet. En dan zie je dat het thuiswerken ook gaat toenemen. Heel langzaam nog. Maar als we kijken naar de periode kort voor corona. Toen werkte in Nederland, als je aan mensen vraagt of vroeg in die tijd. Werkt u wel eens thuis of vast thuis of een paar dagen? Dan zeiden in Nederland 36,1% van de mensen, ja, dat doe ik. Ik doe dat of één vaste dag of ik doe af en toe, incidenteel. Dat was in die tijd, en die tijd is natuurlijk zeer kort geleden nog. Dan hebben we het eigenlijk over de situatie voor februari, of eigenlijk voor maart. In die tijd was Nederland al koploper thuiswerken. En hoe komt dat nou? We werden gezien als het perfecte land voor het op afstand werken. En dat kwam vooral, en komt nog steeds, doordat we een heel goede internetverbinding hebben. Dus heel veel mensen hebben internet, heel veel mensen hebben goed internet.
En dat maakte dat het thuiswerk ook mogelijk was. Het is ook een klein land, hè, met goede verbindingen natuurlijk. Maar met een opgeleide bevolking die ook over internet beschikte. Dus even onthouden dat getal. 36,1% van de mensen werkte eigenlijk al regelmatig thuis voor de crisis. Een van de grote vragen is steeds, als het ook gaat over bedrijven, is dat thuiswerken nou wel zo productief? Want je kan je natuurlijk voorstellen dat mensen thuis ook andere dingen doen, afgeleid worden. Dus die vraag is mij ook heel vaak gesteld in het verleden. Is dat nou eigenlijk wel productief? Mensen kunnen wel thuiswerken. Nou, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En wat er eigenlijk uitkomt is dat thuiswerkers zijn in de regel productiever dan mensen die niet thuiswerken. En dat is best een fors verschil. Je ziet wel dat die stijging, die gaat omhoog. Spectaculair. Mensen werken ook langere dagen, stoppen later met werken, hoeven niet te reizen. En dan zakt het een beetje terug soms, maar over de hele linie zou je inderdaad de stelling kunnen aannemen dat thuiswerken leidt tot meer productiviteit. Maar het is niet zo dat dat blijft stijgen. Je ziet ook dat mensen op een gegeven moment denken, nou, ik werk niet tot 6:30 door. Ik draai toch even een wasje, even naar de winkel. Dus dat wisten we al voor deze periode waarin het thuiswerken massaal zou aanslaan. Dan even over het punt, zaten er toen al nadelen aan, ook aan dat thuiswerken? Voor mensen zelf bijvoorbeeld. Ik kom op een aantal van die nadelen straks ook nog even terug in de huidige tijd. Maar één belangrijke bevinding die we uit onderzoek kennen, is dat als je destijds veel thuiswerkte, dus meerdere dagen per week, had dat wel een effect op je loopbaan. Je promotiekansen op het werk die namen af als je vaker thuiswerkte. Dus niet af en toe een dagje, maar vaker thuiswerkte. En dat lijkt vooral het principe van uit het oog, uit het hart. Dus als je niet op kantoor was, je was niet in beeld, dan raakte je ook een beetje uit beeld als het ging over bevordering naar een hogere functie. Dus dat was wel een effect wat we al kenden voor die tijd. Maar nu komen we op het moment dat alles anders werd. We hebben nu te maken, door de uitbraak van corona, met 's werelds grootste thuiswerkexperiment dat we ooit gekend hebben. Want nog nooit zijn mensen zo abrupt en zo massaal gaan thuiswerken. We hadden het net over die cijfers, dat in Nederland toch al 36% af en toe thuiswerkte. Maar we zijn in een situatie gekomen dat het zelfs zo is dat alleen nog 40% nog wel op locatie werkte in de afgelopen maand. Dus 60% van de mensen werkt thuis of werkt thuis en kan niet werken, maar zit thuis. Dus de cijfers zijn helemaal omgedraaid. Het thuiswerken is door corona in de afgelopen maanden de nieuwe manier van werken geworden. Nou, dan kunnen we natuurlijk een aantal voordelen ook meteen eventjes vastpakken. Want een van de discussies was in de afgelopen tijd dat thuiswerken zou heel goed kunnen zijn voor het klimaat. De klimaatdoelstellingen, de CO2-doelstellingen. En dat is wel eens gemeten in Brussel, nog voor het coronatijdperk. En toen bleek ook inderdaad dat als je naar de cijfers keek in dat experiment, de agglomeratie Brussel, waar dus heel veel mensen dus meer thuis gingen werken, en dat is ook gemeten, dan zag je ook dat de luchtkwaliteit enorm verbeterde. Dat was toen een klein experiment. Er werd ook misschien niet eens zoveel over gesproken. Maar nu natuurlijk praten we heel duidelijk over het punt dat het thuiswerken effect heeft op die luchtkwaliteit. Op het afnemen van CO2-uitstoot. Dus thuiswerken heeft een aanzienlijk effect op files, op het niet op kantoor en met machines werken. Dus thuiswerken en milieu gaan eigenlijk hand in hand. Nou is er wel een belangrijk punt. En dat heeft te maken met hoe kan je nou op een goede manier thuis blijven werken? En op die goede manier, dat heeft toch een aantal kanten. In de eerste plaats weten we uit onderzoek, en dat was onderzoek ook weer voor corona, want we hebben nog niet zoveel onderzoek kunnen doen, een beetje, vanaf het moment dat corona kwam en mensen zo massaal thuis gingen werken. Maar we wisten, als thuiswerken succesvol zou willen zijn, dan moet je een goede relatie hebben met je bedrijf, met je leidinggevende. Want thuiswerken draait om vertrouwen. In de huidige tijd is het natuurlijk toch een heel andere cultuur.
Bedrijven zijn efficiënt, willen productiviteit. En dat thuiswerken, veel bedrijven zagen er voor corona eigenlijk niks in. Was toch het idee, mensen gaan thuiswerken, maar wat zouden ze dan eigenlijk doen? Worden ze niet afgeleid? Gaan ze niet uitslapen? Wat doen ze eigenlijk? Dus dat loslaten van mensen, letterlijk bijna loslaten, is een hele grote discussie geweest bij het thuiswerken. En het zorgde er ook voor dat veel bedrijven die het op een gegeven moment wel moesten toestaan, omdat de corona-uitbraak dat eigenlijk vroeg, de lockdown, dat die bedrijven toch heel veel schroom hadden om de mensen die vrijheid te geven, maar ze konden niet anders. Maar dat weten we dus uit onderzoek. En dat heeft ook te maken met die promotiekansen. Als je goede afspraken hebt met het bedrijf, met je leidinggevende en je werkt thuis, is er eigenlijk niks aan de hand. Als die werkgever kan vertrouwen dat jij die productiviteit haalt, is er niks aan de hand. En productiviteit is natuurlijk ook steeds makkelijker te meten als resultaat. Want uiteindelijk is het voor veel mensen niet zozeer wanneer ze iets doen, hoe ze doen, maar wat ze doen en wat ze kunnen leveren. Maar het is wel cruciaal. Op het moment dat er spanningen zijn binnen een bedrijf en het gaat niet goed en er komen reorganisaties aan, het vertrouwen valt weg, er zit druk op de omzet, klanten zijn ontevreden, ja, dan is dat thuiswerken toch wel een zaak waar discussie over ontstaat. Nou, we gaan even kijken naar nog meer bijzondere aspecten van dat thuiswerken. Het betekent natuurlijk thuiswerken dat je een vermenging krijgt met de thuiswereld en de werkwereld. En dat moeten mensen aankunnen. Dat heeft natuurlijk te maken met die productiviteit, maar het heeft ook te maken met, ja, wat kan er gebeuren op het moment dat thuis en privé door elkaar lopen. Nou, er is een heel aardig filmpje, vind ik zelf, van een Engelse commentator, een hoogleraar ook, en die gaf gewoon vanuit thuis commentaar, vanuit zijn thuisstudio, sprak ook wel eens over thuiswerken. En we zien even in het filmpje hoe het kan lopen als je vanaf thuis aan het werk bent en je gezin is in de buurt. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Pardon me. My apologies. What is this going to be for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year. Ja, en dat kan dus zomaar gebeuren als je thuis werkt. En jullie weten dat je via alle kanalen kan je vragen stellen of ervaringen delen. Maar als er nou mensen zijn die willen zo'n ervaring delen, dat je met Zoomen of Teams of alles wat je aan het doen was, bezig was, en je eigen leven, privéleven ging ook even door elkaar loopt met je werkleven, deel dat dan even via alle kanalen en media die we hebben. Ja, nog meer kanten aan dat thuiswerken. En dat heeft ook te maken met dat we dus voor die crisis werkten we een dag thuis, veel mensen. Wat waren dat overigens voor mensen die dat vooral deden? Dat weten we ook nog. En dat waren vooral de wat oudere mannen op een managementfunctie. Dat waren de mensen die een dag per week vaak thuis werkten. Vaak niet zoveel langer. En die dat ook konden, die wilden dan ook een dag hebben om even door te kunnen werken, een nieuwe beleidsnota te schrijven, goed na te denken. Dus dat was de situatie van toen. En dat was dus vaak niet hele lange tijd, dagenlang achter elkaar. Er zijn mensen die dat doen. ZZP'ers bijvoorbeeld, die hebben hun kantoor aan huis. Die besparen op de kosten van het hebben van een apart kantoor naast het huis. Dus dat zijn mensen die zijn het gewend om dus ook bijna alle dagen of in ieder geval een deel van de week ook thuis te werken. Maar dat gold natuurlijk lang niet voor iedereen. En in de afgelopen maanden is natuurlijk dat langdurig thuiswerken, alle dagen thuiswerken, lang thuiswerken, dat is veel meer voorgevallen. En wat we weten van dat thuiswerken is, ja, dat er ook problemen kunnen ontstaan omdat mensen thuis toch niet beschikken. Misschien wel over snelle internetverbinding, maar niet beschikken over een goede bureaustoel bijvoorbeeld. Dus een goed op hoogte gesteld bureau. Niet de juiste verlichting.
Of wat je heel vaak ziet is dat mensen werken met de laptop die ze van het bedrijf hebben. Die hebben ze ook meegenomen. En dan gaan ze achter de laptop zitten. Maar ja, dat scherm staat niet op ooghoogte. Dat staat zo. Dat betekent dat mensen lange tijd zo zitten. Dat is voor een uurtje, twee uurtjes niet zo erg. Maar als je nu dagenlang en urenlang dat doet, dan zie je natuurlijk ook dat er problemen ontstaan. Die werkgever is overigens ook verantwoordelijk voor die thuiswerkplek. Vanuit de Arbo-wetgeving. Dus eigenlijk moet die werkgever ook zorgen dat je beschikt over een goede apparatuur. Het liefst twee schermen als je met computers werkt natuurlijk. Een goede bureaustoel. Mijn eigen buurvrouw die brak het ook op. Die kreeg last van de rug. En die is nog net voordat het bedrijf echt dichtging, de eigen bureaustoel van het kantoor gaan halen. Heeft dat thuis die stoel neergezet. En heeft vanaf dat moment in ieder geval met de rug rechtop kunnen werken. Dus de fysieke kant van thuiswerken, wat niet een kantoor is, waar niet allerlei apparatuur is die is uitgetest, besteld, ingekocht. Dat is wel een belangrijk aspect van dat langdurig thuiswerken. Dus als we dat allemaal blijven doen, en daar komen we straks nog even op, in deze mate, ja, dan moeten we letterlijk zorgen dat dat thuiswerken goed zit, goed voelt. Dat is één kant. Een tweede kant is natuurlijk dat als mensen niet thuiswerken en hun werk reizen, kunnen ze dat natuurlijk op meerdere manieren doen. Maar hoe dan ook, je beweegt meer, want als je natuurlijk de reis maakt vanuit je slaapkamer naar je ontbijt en naar je thuiswerkplek, dan heb je een zeer korte afstand. Dat betekent tijdwinst, dat is fijn, ook voor de productiviteit. Maar je komt ook niet buiten en je beweegt in ieder geval niet naar je werk. En dan heb je natuurlijk mensen die naar hun werk gingen in de auto en langdurig zaten in de file. En dan kan je zeggen, nou, dan is dat effect en het verschil misschien niet zo groot. Maar de mensen die op de fiets naar hun werk gingen en de mensen die met het openbaar vervoer stations, trappen af, roltrappen en rennen om de trein te halen, die verbruiken toch een stuk minder calorieën. Dus thuiswerken zonder ook te bewegen, ja, dat betekent toch dat mensen wat vast komen te zitten, dat ze minder sporten. En dat leidt ook weer tot lichamelijke effecten. Want ja, we weten intussen dat bijna de helft van de mensen is 1 tot 3 kilo zwaarder geworden in de afgelopen maanden door het thuiswerken. Ja, je ziet nu mijn eigen fitnessruimte in beeld. Nou ja, het is maar een klein stukje ervan. Maar we moeten dus eigenlijk ook bezig blijven met dat bewegen als we niet meer door het reizen naar werk en het rondlopen op het kantoor naar de tweede en de derde verdieping en naar het kopieerapparaat, als we zo weinig doen en we blijven op die vierkante meters allemaal thuiswerken. Overigens, vrouwen hebben het beter gedaan met de gewichtscontrole. Dus daar is het 40% van de vrouwen is zwaarder geworden. Bij de mannen is dat 49%. En er zijn trouwens ook mensen die zijn gaan afvallen tijdens het corona thuiswerk tijdperk. Vrouwen 13% van de vrouwen en bij de mannen 7%. En we weten ook dat de mensen die dus door in de lockdown zaten, die veel thuis zijn geweest, 11% is meer alcohol gaan drinken. Heb je nou zelf ook een ervaring, wil je dat ook delen? Afgevallen, aangekomen, meer gedronken, minder gedronken? Als je het kwijt wil, je weet de kanalen hier. Nou, dat is dus, het zijn de fysieke aspecten. Dus het hebben van een goede zitplek, in beweging blijven. Maar er is ook duidelijk een mentaal aspect van dat thuiswerken. En dat is heel belangrijk. Het is ook de reden dat op dit moment bedrijven, nu het weer wat meer open gaat, aan het inventariseren zijn bij hun medewerkers. We hebben weer wat ruimte. Er kunnen ook weer wat mensen op de werkplek. En wie heeft daar nu de grootste behoefte aan? En je kan denken dat is om de collega's te zien, ook. Maar er zijn ook mensen die klein bij huis zijn. En die dus inderdaad in een soort woonkamer, slaapkamer, kleine studio zitten. En dan is dat thuiswerken natuurlijk toch wel een hele kleine ruimte. En als je natuurlijk alleen woont, dan kan dat effecten hebben. Waarin je ook ziet dat dat thuiswerken op die manier toch ook niet alleen maar leidt tot meer arbeidsvreugde. Of tot dat je zegt van nou hoef ik maar weinig reistijd. Ik heb eigenlijk nul reistijd. Dus mentale issues kunnen ook door dat thuiswerken ontstaan. Nou was er nog een discussie voor dat thuiswerken. En dan hadden we het over dat het in Nederland veel mensen thuiswerken. Dat het goed zou zijn ook voor het klimaat. Maar een van de vragen die ik heel vaak kreeg was, ja, dat is mooi, dat is leuk. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet thuis kunnen werken. Dus de kraanmachinist kan toch heel moeilijk de torenkraan mee naar huis nemen.
De mensen in de zorg, die we natuurlijk enorm in actie hebben gezien met hun goede werk. Je kan toch moeilijk patiënten thuis zetten. Je kan niet voor mensen zorgen als je thuis zou werken en niet in het ziekenhuis of het verpleeghuis bent. Dus dat was ook de discussie waardoor veel mensen zeiden, ja, dit is eigenlijk meer voor de elite, de mensen die het echte werk moeten doen, wat het ook precies was. Dat zijn de mensen die kunnen niet thuis werken. Dus het is eigenlijk een beetje, vroeger noemden ze dat juppies, mensen die in de dienstverlening werken, kantoorwerk doen, maar niet de mensen in het productiewerk of in de zorg. Nou, je zou kunnen zeggen dat is nog steeds zo. Een deel van de mensen, en dat heten nu vitale beroepen, die zijn natuurlijk ook ondersteund om toch naar de werkplek te kunnen komen om het werk te doen. En dat is niet alleen mensen in de zorg, zijn natuurlijk ook de mensen, de supermarktmedewerkers. Maar toch betekent niet dat mensen niet vanuit thuis werkgerelateerde zaken kunnen doen. En ook dat hebben we de afgelopen tijd gezien. Dat mensen heel veel digitaal doen, dus digitaal vergaderen. Maar we waren al wat bekend met wat e-learning heet, dus thuis aan je ontwikkeling werken. En we zien nu ook dat veel mensen ontdekken, ja, dat dat mogelijk is, ook vanuit thuis. Dus ook de kraammachinist kan toch werken aan nieuwe kennis, aan nieuwe competenties, zonder dat hij op die kraan hoeft te zitten. Alleen het punt is, ja, hoe kun je dan dat doen? Hoe kan je nou digitaal, is er een aanbod van digitale cursussen, van zaken die je kunt volgen, die je kunt leren. Wat kost dat dan? Is dat niet heel duur? Sommige mensen hebben die e-learning in hun werk, die krijgen die cursussen, die moeten ze ook volgen om voldoende gekwalificeerd te zijn. Maar als je nou bijvoorbeeld denkt van, ja, ik ben een beetje uitgekeken, uitgeleerd, ik wil iets anders of mijn werk is aan het verdwijnen, kon je dan wel ergens terecht waar je dus cursussen kon volgen vanuit thuis, gewoon via internet, maar zinnige cursussen die echt iets opleveren waarmee je iets kunt. Nou, hier in Brabant vonden wij dat dat toch te beperkt mogelijk was, dat er heel veel mensen thuis zaten, noodgedwongen, en eigenlijk hun werk misschien niet eens konden doen, maar wel aan hun ontwikkeling wilden werken, of zagen dat hun werk ging ophouden. Dus we hebben toen met allerlei partijen, met de provincie, met alle arbeidsmarktregio's, ook in Brabant, gezegd, laten we zo'n platform maken. En dat platform is Brabant Leert geworden. En Brabant Leert bestaat er maar kort. Het is eigenlijk in minder dan een maand opgezet met allerlei partijen die ook in de wereld van dat online leren actief zijn. Dus allerlei partijen hebben de handen in elkaar geslagen. En als je hier naartoe gaat, www.brabantleert.nl, dan zie je een heel groot aanbod van allerlei grotere en kleinere cursussen. Kan heel klein zijn, hè? Werken aan je persoonlijke effectiviteit. Of je hebt nog nooit met Excel gewerkt en je wilt nu toch, of je moet vanuit het bedrijf dat toch zien te leren. En misschien vind je het ook niet fijn om tegen je baas of leidinggever te zeggen van, ja, ik snap niks van Excel. Want als het iedereen moet kunnen, is het fijner als je het gewoon s'avonds zelf kunt leren. En dan kunt laten zien dat je het kunt, dan toe te geven dat je dat soort zaken nog niet kunt. Sommige mensen vinden dat ook heel moeilijk en dat is ook wel begrijpelijk. Dus ook wat we nu noemen leven lang ontwikkelen, werken aan je inzetbaarheid en je employability, dat kan je ook vanuit thuis doen. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat veel meer mensen toegang hebben tot scholing. Ook al ben je ZZP'er en je werkt niet in een bedrijf en voor een baas, of je bent werkzoekend, we moeten zorgen dat mensen ook zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat is dan niet thuis werken, maar het is wel thuis werken aan je nieuwe werk. Nou, dan was ik nog nieuwsgierig. Ook ik ben aan het zoomen, aan het Teams, aan het Hangouts, noemt u maar op. En ik ben zo'n nieuwsgierige wetenschapper. En ik vroeg me af, toen ik al die mensen zag in die kleine Zoom-schermpjes. Ik zie hier natuurlijk ook allerlei mensen zitten aan deze kant. Die mensen zaten toch eigenlijk niet in al die vergaderingen die ik nog dagelijks wel vier soms achter elkaar doe. Die zaten toch eigenlijk niet echt in een driedelig pak of in een mantelkostuum te zoomen en te teamen. Veel meer in wat we noemen casual kleding. Nou is natuurlijk mode niet mijn vak, maar ik begon benieuwd te worden of dat nou ook zou blijven. Want zo meteen komen we nog even over op de cijfers van hoeveel mensen willen nou eigenlijk echt thuis blijven werken. Maar dit kan ook zo'n effect zijn. Als mensen elkaar zien met een achtergrond van thuis. Sommige mensen hebben een soort leuk plaatje van een zonnig strand. Maar bij andere mensen krijg je ook een kijkje zeg maar, in hun
stukje van hun huis. Maar je ziet de mensen ook zitten. Ja, in toch veel meer vrije tijdskleding vaak. Zit ook makkelijk, het is ook mooi weer. En mijn nieuwsgierigheid was, zou dat ook blijven? Zou het betekenen dat wij nu ook ons straks, als we weer in grotere aantallen teruggaan naar de kantoren en de fabrieken en werkplaats, zouden we ons dan ook op die manier wat minder formeel gaan kleden? Nou, en ik dacht, laat ik daar via Twitter een kleine enquête op zetten. Het Algemeen Dagblad dacht van, nou, dat is een leuk idee, dan gaan wij dat ook doen. En dat was ook alweer interessant, want wat je dan eigenlijk ziet, in mijn enquête waren het 4 op de 10 mensen die zeiden, ja, ik ga dus minder formeel naar het werk, denk dat dat echt gaat gebeuren. Dus dat is veel. De kop in een van de artikelen van het Algemeen Dagblad luidde, komt er nu een crisis in de pakkenindustrie misschien? Nou, er waren natuurlijk meer mensen die dachten, ja, het blijft even formeel, even business-like zou je kunnen zeggen. Dat was natuurlijk was de grootste groep. Bij mij was dat meer dan de helft. Maar toch 4 op de 10 en bij het Algemeen Dagblad 1 op de 4. Dat zijn toch veel mensen die denken, ja, onze manier van kleden, misschien ook onze manier van omgang, wordt toch een stukje informeler. In beide enquêtes zag je nog 7%, 6% die zei nee, wij denken dat het formeler wordt. En wij konden niet zo goed nagaan, wat zijn dat nou de mensen die zeggen, als ik weer ga werken, kom ik chiquer voor de dag dan voordat ik ging werken. En nou, er is toen met wat mensen gesproken, en natuurlijk maar een heel klein onderzoekje. Maar de mensen zeiden, ja, ik wil gewoon goed voor de dag komen. Als ik straks weer mijn rentree maak op kantoor, dan wil ik gewoon laten zien wie ik ben en ik wil stralen op kantoor. Dus dat is ook een groep die denkt dat het allemaal nog wat zakelijker kan de komende tijd. Nou, dan kijken we naar de toekomst. En we kijken eerst even naar de toekomst, naar de hele nabije toekomst. Want steeds meer mensen zijn natuurlijk nu toch weer af en toe op de werkplek. Nog eigenlijk wel beperkt. Er is geen haast, zeg maar. De bedrijven zeggen ook allemaal, we hebben geen haast, je hoeft niet massaal terug te komen, we willen het ook allemaal rustig opbouwen. En misschien eerst die mensen die toch zeggen van ja, het is wel erg stil en saai thuis. Maar er is natuurlijk ook gevraagd aan mensen over de hele wereld, zou je nou eigenlijk gewoon niet liever willen thuiswerken met alle ervaringen die je nu hebt? En die cijfers zijn behoorlijk groot, zou je kunnen zeggen. Dus wereldwijd zegt 1/3 van de mensen, ja, ik wil eigenlijk gewoon thuis blijven werken als het aan mij ligt. Als ik het zelf voor het kiezen heb, dan blijf ik gewoon vanuit thuis werken. Ik wil niet zeggen dat ik nooit meer naar kantoor kom. Maar in principe zou de basis zou thuiswerken zijn en af en toe naar kantoor. Zoals het voor de corona-uitbraak, dat mensen af en toe een dagje thuis werkten en verder op kantoor. In Nederland is dat zelfs meer dan de helft. Dus meer dan de helft van de mensen zegt, laat het maar zo, het werkt goed zo, ik ben er gelukkig mee. Ik kan alles doen wat ik wil. Ik kan de collega's ook nog steeds, online en digitaal houd ik contact. En natuurlijk, het zal niet zijn dat mensen zeggen, nou kom ik nooit meer. Maar als het aan de mensen ligt, zegt 50%, laat het maar zo. Nou, dat wordt heel spannend. Dat gaan we natuurlijk ook onderzoeken. Wat gaat dat nou allemaal betekenen? Want dat zou natuurlijk betekenen dat die hele organisatie van werk door de corona-uitbraak in een paar maanden compleet gaat kantelen. En we zijn natuurlijk veel beter geworden in dat digitale werk. Dus we kunnen het ook. En we zullen misschien nog betere apparatuur, betere camera's in huis krijgen. Maar we zijn slimmer geworden in het online werken. En kennelijk bevalt het heel veel mensen goed. Afgelopen dagen kwam zelfs het nieuws dat een paar bedrijven zeiden, wij gaan de huur van ons kantoor opzeggen. We hebben eigenlijk helemaal geen kantoor nodig. We doen het kantoor de deur uit. Want het levert een heleboel kosten op, maar we hebben gezien dat het niet nodig is. Het werkt perfect zo. Waarom zouden we zo'n groot pand hebben met de energie, met alle kosten? Dus we doen het kantoor de deur uit. Dus we zien, als we even dus, we begonnen met thuiswerken was normaal in de geschiedenis. Mensen werkten thuis in de textielindustrie in het begin. Veel mensen bleven ook thuiswerken. Dat waren de kleine zelfstandigen. De kruidenier had zijn winkel aan huis. De snoepwinkel, de sigarettenwinkel die je toen nog had. Speelgoedwinkel, de accountant werkte thuis. Maar we lijken nu in rap tempo terug te keren naar het verleden. We gaan eigenlijk back to the future met dat thuiswerken. Alleen, ja, als we dat gaan doen, dan moet je natuurlijk letten op die voor- en die nadelen.
Maar het zal niet het einde zijn van de manier van thuiswerken. We denken nu dat we uiterst modern zijn, online, digitaal, al die programma's, al die software. Maar er is ook een voorstelling te maken, en die gaan we zo even bekijken, van dat je thuis werkt, maar dat je toch met je collega's onder elkaar bent. En zelfs in een kantoor, maar dan allemaal in de virtuele werkelijkheid. This could be the future of working remotely. It's a virtual environment, like a 3D environment. You walk around with an avatar, and that's where we hang out during the day. Hamilton-based Innovation Factory has enlisted the help of virtual reality company Verbella to recreate their office environment. In the virtual workplace, you can customize your own avatar. Once you're happy with your virtual self, you can head out into the virtual workplace to see your avatar colleagues. So, it's Sunday, not many people are in the office right now, but this is the virtual space. So if this was a normal office day and I was walking into my office, I might hear the standard chit-chat because I'm in an open office, an open area of the office. Everybody in the office has their own space. So if, when I come in, I tend to walk to my office. And so in my office, again, seemed kind of goofy at the time, but I find it kind of nice to see my old view out of our office. When you see people walking back and forth and interacting with each other and going into their office and having a conversation, as a manager, it's a lot easier to see things going on around you and not start to get paranoid that nobody's working. According to a survey done by staffing agency Robert Half, 85% of Canadian workers want the option of working from home even after the pandemic. En zo zou het thuiswerken de volgende stap de toekomst in kunnen. Dan hebben we toch meer beeld van dat we samen iets doen. We hebben zelfs een virtueel kantoor, wat natuurlijk helemaal niks kost. We worden eigenlijk vertegenwoordigd door onze avatars. We zijn een persoon, die kunnen we formeel kleden, informeel kleden. En zo zouden we thuiswerken kunnen evolueren tot een complete digitale werkelijkheid, die misschien toch net iets interessanter is, iets socialer, iets meer dynamiek dan de manier waarop we nu met het thuiswerk enorme stappen en versnellingen hebben gemaakt. Nou kun je zeggen, ja, dat zijn van die laatste inzichten. Dat zijn mensen, futurologen, en die gebruiken die virtuele werkelijkheid en die avatars. Maar er zijn ook twee heel bekende, filosofen, die veel mensen nog kennen. Cotemby. En in 1987 hadden zij al een heel interessante kijk op dat thuiswerken. Wat een fantastische tijd waarin wij toch leven. De duivelingwekkende ontwikkelingen binnen het computergebeuren zetten onze goede oude samenleving volkomen op zijn kop. En wie daar nu niet bij aantikt en op inspeelt, die mist straks lelijk de boot. Zorg er dus voor dat ook jij arrogneut wordt. Je kunt maar beter klaar zijn voor die te gekke 21ste eeuw. Hoogachtend. J-H-M-B-J. Bijlema. Zo, dat is klaar. Nou, zeven wij dit briefje even op de floppy disk. Dat is gebeurd. Dan terug naar het verzendschema. En dan draaien wij even het geheime nummer van de computer. Zo, daar is de fluittoon. Nou drukken wij de hoeren in de rubberen doppen van dit apparaat. En met één druk op de knop verzend ik nu mijn brief rechtstreeks naar de computer van de zaak. Die stuurt hem rechtstreeks door naar de printafdeling. Daar staan 10 printers dag en nacht te draaien. En binnen het kwartier gaan er dus 2000 exemplaren van mijn briefje de deur uit. Zo werkt dat. Zo werkt dat. Nou, en dat was het besluit van mijn talk. En samenvatten is eigenlijk heel makkelijk. Thuiswerken, dat was normaal. In een heel groot stuk van de geschiedenis van de arbeid. Het werd veel minder normaal. Het werd een beetje normaal voor sommige mensen. En het lijkt nu weer helemaal normaal te worden. Dank voor jullie aandacht. Dank voor het kijken. En vragen kunnen allemaal nog steeds worden gesteld. En we hebben vragen binnen, hoor ik. Die pak ik er even bij. We hebben een vraag van Esther. En die heeft de volgende vraag. Zouden we nu, met ervaring van het thuiswerken en het zelfstandig invullen van je werkzaamheden, het nog flexibeler kunnen invullen? Dus het spreiden van de werkzaamheden over 7 dagen in de week. Nou, dat is een goede vraag. Technisch zouden we het kunnen.
Dus we hebben nu de apparatuur en we hebben de ervaring om het te doen. Of het bedrijf, als je voor een bedrijf werkt, dat ook een goed idee vindt, dat moeten we natuurlijk even nagaan. Het kan zijn dat als je zegt, ja, ik ben op zondag aan het werk, maar de klant is op zondag helemaal niet aan het werk, dan wordt het onhandig. En het is natuurlijk wel het punt dat we net hebben gesproken over al die voor- en nadelen van dat thuiswerken. En als je compleet flexibel wordt en je kunt het aan, levert dat geen probleem op. Maar je moet je realiseren dat je dan natuurlijk werk en privé ook niet meer verdeelt over de week. Dus je hebt niet een weekend wat helemaal werkvrij is. Tegelijkertijd zijn er voordelen, want je kan zeggen, ja, maar ik wil liever werken als ik me gewoon op mijn best voel. Dus dan doe ik een stukje op dinsdag en een stukje op donderdag. En voor de maatschappij, Esther, zou het op dit moment er erg goed uitkomen. Want als jij denkt van, nou kijk, ik doe dat zondag wel, of zaterdagavond. En je zegt van, ik zit mooi om 1:30 op dinsdag op het terras en het is niet druk. Nou, dan hebben we ook dat probleem opgelost dat we niet met te veel mensen op het terras kunnen. En dat de horeca ook klanten heeft op dinsdag 1:30. Dus als je het aan kunt, als je bedrijf, als de baas en de klant er ook mee kan leven. En als je het nogmaals aan kunt, is het inderdaad mogelijk dat we compleet flexibiliseren qua werk, privé en arbeidstijden. En dan word je natuurlijk afgerekend, want dat hoort erbij op je output. Dus hoeveel lever je? Ben je een journalist en je schrijft 5 reportages per week? Wanneer je het doet, maakt dan niet uit voor de krant, zolang je die 5 reportages schrijft. Dus als iedereen daarmee tevreden is, zou het kunnen. Ja, en het draagt bij dus aan minder drukte, de stranden en het weekend. Dan hebben we een vraag van Peter. En die zegt, hoe krijg je het met thuiswerken voor elkaar om niet 7 dagen te werken? Hoe kun je voor rust zorgen? Ja, dat is natuurlijk een belangrijk punt. En we krijgen zo meteen nog een aantal hele goede tips voor dat thuiswerken. Want ja, dat hele flexibele, wat sommige mensen zullen willen en kunnen, misschien niet altijd een hele lange tijd, daar staat natuurlijk tegenover dat je die scheiding niet kan maken. En dat betekent dat je dus ook niet kan zeggen, mijn werkdag zit erop. Veel mensen die hebben daar al last van. Dat had niet met thuiswerken te maken, maar met de bereikbaarheidscultuur. Er is ook nu veel animo om een soort rechten, zeg maar, recht te krijgen om niet gestoord te worden als je niet werkt. Dus er zijn afspraken. In Duitsland begon het al met bedrijven die zeiden, na 6 uur sturen wij geen e-mails meer. Want je hebt ook het recht om met rust te worden gelaten. Dus ja, als we met het thuiswerken dat natuurlijk dan helemaal opheffen, dan krijg je dat niet voor elkaar. Dus de tips die komen zo meteen. Maar wil je dat niet, dan zul je je werkdag echt moeten afbakenen, moeten afgrenzen. En dan zul je dat ook tegen je baas en collega's moeten zeggen, ik mag dan wel altijd thuiswerken, maar om 6 uur is het gewoon over. En morgen vroeg om 8:30 ben ik weer bereikbaar. En dat zul je heel streng moeten doen. Doe je het niet, loopt alles door elkaar, heb je er last van, ja, dan ga je het ook niet lang volhouden. En dat zagen we ook in het eerdere filmpje. Dus dat was het antwoord op de vraag van Peter. Nou, Ton, super bedankt. Het is een hartstikke interessant verhaal. En ik denk ook voor heel erg veel mensen herkenbaar. Ook wij werken eigenlijk voor het heel erg veel thuis. We zijn al blij in ieder geval dat we dit programma nog vanuit de lokaal kunnen maken. Maar verder werken wij eigenlijk ook heel veel thuis. Ja, klopt. En het ziet er natuurlijk naar uit dat we dat ook nog wel even blijven doen. En zoals Tonno aangaf, heeft niemand minder dan Aafbrand Korsius daar 10 hele mooie tips voor gemaakt. Dus kijk mee naar haar videocolumn. Hi, virtuele bezoeker van de Kennismakerijrevue. Ik ben Aafbrand Korsius, columnist. En ik heb vandaag 10 tips voor thuiswerken. Tip 1. Kleed je altijd aan voor je aan je thuiswerkdag begint. In je pyjama werken is niet stimulerend. Schoenen zijn optioneel. Tip 2. Werk steeds 3 kwartier en neem dan 10 minuutjes, een kwartiertje pauze. Dit heet de Pomelo-methode en hij werkt heel goed. En tip 3. In die pauze kan je dan even de planten water geven of er een was in gooien. Dat is ook wel weer best handig aan thuiswerken. Tip 4. Probeer een erkende en beschermde werkplek voor jezelf te creëren. Als de keukentafel meestal bezet wordt door schoolwerk, boterhammen en knuffels, moet je misschien een andere plek in huis gaan vinden. Al is het onder de trap. Ja, is goed. Ik geef het aan de buurvrouw.
Tip 5. Als je belangrijke telefoontjes moet plegen, vergeet dan niet je deurbel uit te zetten. Want als thuiswerker ben je wel een beetje de pakketontvangdienst voor de hele buurt. Tip 6. Als je net al je collega's hebt uitgevoerd op FaceTime, neem die energie dan niet mee naar de lunch met je thuiscollega, namelijk je echtgenoot of je kinderen. Maar ga eerst even naar een aparte ruimte en schreeuw je agressie eruit in een kussen. Zeg je iets tegen mij? Oh, sorry, ik hoorde je niet. Investeer in een hele goede koptelefoon die alle ruis en geluid om je heen wegmaakt. Dat is ontzettend fijn als je met meerdere gezinsleden thuis zit te werken. Het is eigenlijk ook best wel fijn op je gewone werk. En je hoeft niet eens muziek te luisteren. Alleen al het feit dat je hem op hebt, sluit je lekker af van de rest van de wereld. Tip 8. Houd de maatstaven van de netste persoon in je huishouden aan. Want kijk, nette mensen hebben last van rommel, maar rommelige mensen hebben geen last van netheid. Snap je hem? Tip 9. Maak jezelf af en toe langdurig uit de voeten. Uurtje wandelen, koffie mee, zonnebrilletje op en je bent in een hele andere wereld. De relaxwereld. Tip 10. Soms kun je je gezinsleden als collega's benutten. Zo ken ik bijvoorbeeld iemand die je heel goed kan filmen en monteren. En die heb ik voor dit filmpje uitgebreid benut. Doei! Ja, dankjewel Aaf. Ik denk dat we de komende tijd er wel tegenaan kunnen met deze tips op zak. Ik denk zelf dat mijn wederhelft heel blij van wordt als ik die nette maatstaf mee naar huis neem. Ik zie iemand ook lachen op beeld. Willen jullie napraten over dit onderwerp, over thuiswerken? Er is genoeg over te zeggen, er zitten heel veel verschillende kanten aan. Dan kun je gaan naar de website kenniscloud.nl en daar is een kennisgroep, die heet Arbeidsvitamine. Interessant om te bezoeken. En volgende keer, Mark. Ja, zeker. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Kennismakerijrevue. Dan is Leo Boormans bij ons te gast. De grens met België is weer open, dus hij kan hier naartoe komen. En zijn aflevering gaat over geluk en hoop in nieuwe tijden. Dus heel graag tot volgende week. Tot volgende week.